Hoi, daar ben ik weer met mijn verhalen van het kasteel in Beijen. Vandaag waait het en het regent ook een beetje. En ik hoop niet dat je er in de live video heel veel last van hebt. Het is officieel, het voorseizoen is voorbij. Dat is eigenlijk een beetje jammer, want het voorseizoen is altijd gevuld met lieve kleine kleutertjes die ontzettend kletsen. Mensen met kleine hondjes en een heel groot karakter. En mensen met een grote hond en een heel klein karakter. En fitte opa's en oma's die altijd heel druk zijn met hun kleinkinderen en nu hier bij ons een weekje komen uitrusten. En dat is voorbij, want morgen begint het hoogseizoen. En dan hebben we altijd een totaal andere dynamiek dan gemiddelde gezinnen heeft 2 of 3 kinderen. Het is gelijk druk. En jullie in Nederland komen allemaal uit een heel druk leven, werk en een heel druk avondprogramma. En dan kom je hier op het kasteel. En daar is het rustig. Dus dan moet je van een 5e versnelling naar ze vrij. Naar de vrije versnelling. Sommige mensen vinden dat even wennen. Maar ik hoop dat iedereen uitkijkt naar rust. Slapen. En lekker wakker worden en een koffie drinken. En genieten van wat de dag je brengt. Niks. Gewoon een beetje wandelen. Je hebt hier prachtige wandelingen. Je kan lekker naar Treutlingen wandelen. Dat is maar 4 kilometer heen. Dan moet je zeker een hele grote ijsselbord in Treutlingen eten. Die verdien je. En dan weer 4 kilometer terug. Is prima te doen. Een heel goed vakantierondje. Of 's avonds even een rondje lopen om te kijken of je wilde dieren ziet. Rust. Smartphone uit. Voor sommigen is het wennen. Want niet overal op het terrein is er wifi. Dus dan raken we van in paniek. Dus je moet naar de walnotenboom, hier, om wifi te tappen. Dus dat is allemaal anders. En dat is wennen en je komt hier tot rust. Dat is de bedoeling ook. Maar je kan ook heel erg de drukte opzoeken, want midzomer en het barst met het festivalseizoen en van alles wat er te doen is. Er is binnenkort een Afrika Caribic Festival. Dat is echt zo'n Caribisch festival waar allemaal van die gasten komen die niet weten waar ze vandaan komen. Maar ook niet weten waar ze heen gaan. En allemaal een beetje stoned op reggae muziek zo helemaal chill rondlopen. Wij moeten er altijd heen, want we moeten armbandjes kopen en vlechtjes laten zetten. Maar er is in Nuremberg zijn er ook park events met food trucks en midnight events. Playmobilland heeft tot en met middernacht open. Dus superleuk. Ze hebben lagen voor je en een rittentoernier. Dus ben je er nu? Dan kan je lekker naar een nachttoernier in Playmobilland. En dus even kijken, want ik heb het opgeschreven wat er allemaal te doen is. Je kan volmond kletteren in Pappenheim. Dus dan mag je als het donker is in het klimbos. Nou, dat vindt echt iedereen leuk, van klein tot groot. En ook de grote, die worden echt zo afgeschoten met een hele grote schommel. Er is een hele hoge toren, dat is echt super. Er is echt zo'n doe party in hier bij het Brombachzee. Dus je kan alles opzoeken wat je wil. Maar vooral hier de rust. Oh ja, dit weekend is er Volksfest in Treutlingen. Dat is echt verschrikkelijk. Het is echt alleen maar kermis en van die dingen. En zwetende Duitsers en heel veel herrie. En ik vind het verschrikkelijk. Maar onze kinderen vinden het echt heel erg leuk. Dat hebben ze niet van mij en ook niet van Ruud. Ik snap niet hoe ze eraan komen. Maar daar kan je ook heen. Wij moeten erheen. Dus je kan ook de onrust nog opzoeken als je nog een beetje onrustig bent. Dus dat, het midzomer begint, het midzomerseizoen begint. Oh, het is zo mooi. Oh, je moet even kijken, kijk. Jasmijn heeft de pop aangekleed, kijk. Schoenen mama. Heeft ze aan. Mama. Oh, ze moet plassen. Oh, gauw, ze gaan maar gauw plassen. Zo'n pop die kan plassen. Dus je hebt rust. Je kan wakker worden wanneer je wil, koffietjes drinken en chillen en een beetje wandelen. Maar je kan ook de herrie opzoeken als je dat wil. Dat. Dus we gaan
het hoogseizoen in. En ik heb er zin in. Ik vind het zo leuk altijd. En misschien gaan er wel kindjes met mij mee met het rondje. Dat vind ik altijd heel gezellig. En ik vind het heerlijk als er hier mensen onder de boom zijn. En alle verhalen die ik dan weer hoor. En wat iedereen beleeft of allemaal veel interessants te vertellen heeft. Daar kan ik ook al heel erg van genieten. Dat. Dit weekend speelt mijn dochter. Die zit op drummen. En die zit in een girlband. Velvet Roses. En ze hebben hun eerste optreden in Wijzenburg dit weekend. Dat ga ik delen op Instagram. Dus daar zit Margietje met van die krullen. Die zit te drummen midden in Wijzenburg. Ik ben nou al trots. En onze oudste dochter die zit op theater. En die gaat volgende week een theatervoorstelling geven in Ingolstad. Niet zij alleen, natuurlijk mijn hele groep. Dus we hebben binnenkort ook nog wat voorstellingen van onze kinderen. En dat ga ik natuurlijk allemaal delen op Instagram. Dus volg me ook op Instagram. Dat waren ze. De verhalen van het kasteel in Beieren van Onder de Boom. En ik hoop jullie snel volgende week weer te zien. Dag, tot ziens. Doeg!